enkel met toestemming. Oké, meid. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag allemaal. Goed zo. Grote meid. Die is lekker. Die is lekker. Heerlijk, hè? Zalig gewoon. Ja, jij hebt gehad. Jij hebt gehad. Nee, er zit niks meer in. Hele goedemiddag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds maandag. Ja, maandag de 13e van de 3e. En we leven om 13:57, allemaal 13. Hè, leuk, 13, 13 in 3. Ja, ach, ja, waarom ook niet? En dan 23, zit ook weer een 3 in. Ja, nou ja, moet kunnen. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet gewoon van alles wat jullie gaan doen. Maar geniet ook van onze vlogs. Ik ga zo als eerste gewoon weer met mijn meisjes uit. En ja, ik heb nog geen afbericht gehad. Maar ik zou vanmiddag om rond een uur of 3 bezoek krijgen. Ja, en of dat doorgaat, Joost mag het weten. Ik zit steeds wel op te letten. Dat is namelijk Claudia. Maar ja, of ze komt, omdat ze, ja, ze kan er niks aan doen, ja, ze is vaak regelmatig ziek, dus ja, maar ja, daar kunnen we niks aan doen, dat gebeurt gewoon, ik ben ook regelmatig ziek, ik was op een andere manier, ja, daar kunnen we gewoon niks aan doen, bij mij komt het door, ja, je wordt ouder, hè, ja, dan ga je van alles en al wat mankeren. Zij is nog jong, maar zij mag bepaalde dingen niet eten. Tolerantie, weet ik veel wat ze heeft. En ja, dat is in principe bij Karin ook. Maar Karin die heeft dan weer een maagverkleining gehad, et cetera. Ja, en dan heb je dat ook. Mag je ook niet alles eten, dan moet je om denken, hè. Ja, en zij moet er ook om denken, maar ze heeft, zover ik weet, geen maagverkleining gehad. Dus ja, hoe zij eraan komt, je kan het zomaar krijgen, ja. En mijn meisje die ligt hier op de grond, de grote. En de kleine die staat op de bank, naar buiten te kijken. Hé, Reka? Er zit ook geen beweging in. Maar in ieder geval, ja, het is prachtig mooi weer, zal ik je vertellen. De lucht is strak blauw, maar het storm, dat wil je niet weten. Nee, ik weet niet of dat bij jullie ook zo is. Maar hier in ieder geval wel. Je wordt hier uit je kleding vandaan. Ja, het is nog koud, ook dat nog. Ja. Maar ja, in ieder geval, ja, ik kan het er niet meer vragen waar jullie bij zijn. Want degene die ook een Google Hub hebben en die ook mij volgen, ja, die hebben er dan ook problemen mee. Ja, sowieso mijn oudste dochter, die volgt mij ook wel, maar die moet niks van mij hebben. Ja, dat is heel raar, hè. Die moet niks van mij hebben. Die wil me niet als moeder hebben meer. Prima, haar keuze. Maar waarom volg je me dan, vraag ik me dan af. Ja, dan moet je me ook niet gaan volgen, hè. Nee, moet je niet doen. Moet je niet willen. Nee, maar in ieder geval, die heeft ook een Google Hub. En als ik dan aan die Google Hub vraag, weet je wel, ja, dan krijgen zij ook weer problemen. Want haar Google Hub reageert er ook op. Ja, kan ik er niks van doen? Nee, dat hebben ze nog. Dat, als je zo'n ding koopt, moet je hem instellen. En stemherkenning. Mooi, stemherkenning. Ik heb toch een andere stem dan zij hebben. Dus ik begrijp dat zelf ook nog niet. Van hoe dit met, hoe, want ook Karen die heeft er last van. Dus ja, hoe kan dat? Dat begrijp ik nog niet.
stemherkenning, dan moeten ze mijn stem herkennen. En een andere Google moet weer jouw stem herkennen en niet die van mij. Nee. Maar ja, ik weet niet hoe dat zit, maar ze moeten dat nog beter, vind ik, maken. Degene die dat maakt, die moet dat beter voor elkaar zien te krijgen, want ik vind dat niet kloppen. Zo'n Google Hub behoort naar jou te luisteren waar die van is op dat moment. Nou, deze Google Hub is van mij. Dus ze heeft naar mij te luisteren. En als jij mij volgt, behoort die niet die van jou weer naar mij te luisteren. Nee, dat behoort niet in mijn optie. Nee. Maar ja, dat ben ik. Ja, ik weet niet hoe jullie daarover denken, maar zo denk ik erover. Dus, maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze. En geniet weer een beetje met ons mee. Zo, lieve vrienden, ja, ik ga er zo meteen even nog vandoor. Ja, op dat rotding wat in de schuur staat, ik heb nog steeds niet een ander, want anders hadden jullie dat ook wel geweten. Maar ook is Claudia niet gekomen, wederom. Nee, ik ben er klaar mee. Ja, ik vind het gewoon niet leuk meer. Kan ze wel onnodig ziek zijn, maar je kunt het ook afmelden, hè. Ja, je hebt een telefoon, je kan... je kan bellen om het af te zeggen. Je kan wat is appen, kan je afzeggen. Je kan via wat is app ook bellen. Het is tegenwoordig wat dat allemaal gratis. Ook als je het goede profiler hebt. Ik weet het niet. Ik kan het mij leggen. Maar als ik ziek ben, hoe erg het ook is. Je wordt ook wel eens een keer wakker om naar de wc toe te moeten, of wat dan ook. En dan kijk ik op mijn horloge of op mijn klok of op Google, van hoe laat het is. Nou, het is nou 16 minuten over 16, dus 16 minuten over 4. Dus ja, ik kan het mij leggen, maar dan kan je toch appen of bellen of wat dan ook. Sorry. Niks. Dan zou ze rond de klok van 3 komen. Nou, het loopt er tegen 4:30 aan, hè. Dus ja, ik ga er even vandoor. Ik neem deze mee. We zien wel wat we zien. Ik ga op de rodding. Ik heb ook mijn medicijnen nog niet. Nee. Ik zou vandaag binnen wezen. Ik heb nog geen sms'je, niks binnen. Dan krijg ik een sms'je binnen van uw medicijnen liggen weer in de kluis. Dat en dat is uw code. Noppen. Maar ja, ik moet wel wat anders halen. Daar heb ik een foto van. Ja, hoe heet die troep? Ik zeg wat troep. Ja, weet ik veel. Ik moet even zoeken, hoor. Zoeken. Nee, wacht even. Ik ga naar mijn eigen. Even naar mijn eigen. Daar naartoe. Die moet ik hebben. Oh, ja, ik heb hem goed. Die moet ik hebben. Dat ga ik halen. En ik moet ook naar de Vomer. Ja, en ik moet ook even weer geld halen. Ook dat nog. Ja, dus dat komt allemaal goed. Ik ga hem hier op afsluiten. Dan als ik hem weer open doe, dan heb ik hem voor mijn neus. Dus die gaat in mijn tas. En we gaan er gewoon vandoor, want ja, ik moet wel weer even wat halen. Ja, toch? Ja. Dus ik zou zeggen, geniet ze van alles met wat jullie doen, maar geniet een beetje weer met mij mee. Ja, en hoe dom kan ik wezen, hè? Vergeet ik gewoon jullie er weer bij te pakken. Maar dat maakt niet uit. Nee, ik ben weer bij de woonbank en ik heb al het een en het ander in mijn tas. Zoals brood en vleeswaren en kaas. Maar ik moet dat er ook nog bij hebben, hè? Ja. Dus ik moet even opnieuw een beetje installeren. Dus er moet het brood uit. Leg ik gewoon op de grond. Zit toch verpakt? Ja, toch? Dus dat gaan we gewoon eventjes doen. Hoop moet ik het er niet onder mijn booster gooien. Dat gaat het er niet worden. Nee. Ik moet even opstapelen. Want anders lukt het echt niet. Oké, dat moet daar op. Ja, dan gaat dat even daarop. En dat even opschuiven.
voilà. Dan heb ik... Oh jee. Gaat makkelijk, maar niet heus. Zo. Een fles. Ja? En nog een fles. Ja? Dan moet ik eigenlijk die twee flessen ook nog hebben. Ja, ook dat nog. Maar ja, dat gaat het hem even nou niet worden. Ik moet eerst mijn brood weer terug. Ja. Wat is als je niet nadenkt en met je hoofd ergens anders doet. Ja, ook dat nog. Maar komt goed. 2, 3, 4, 5. Dat klopt. Ja. En dan moeten we toch naar de andere kant. Ja, ook dat. En ik zet iedere keer die booster nou uit. Want anders komen we er niet. Dus ik draai jullie zo vast al even om. En wat jullie krijgen te zien, weet ik niet. Het zal de grond wel even hoofdzakelijk zijn, maar daar kan ik niks aan doen. Zo, dan moet je eerst achteruit. Ja, dan moet je eerst aan. Bedap. Jo. Ja, en dan moet ik bij die rode flesjes wezen. Aan die kant. Oh, ik heb het licht nog aan. Die moet maar even uit. Zo. Tjoe, kijk, die moet ik weer hebben. Ja. Kijk, dan moet dat weer uit. Dan blijft die tenminste vol. En dan pakken we daar twee flessen van. En dan moet ik hem aan die kant neerzetten. En die ook. Aan die kant. En dan moet ik mij weer zelf ook omdraaien. En mijn tas bij me houden. En dan moet ik dat erbij in de zin krijgen. En dat lukt wel. Zo, dat is 1. Nou die. Dat. Heb. Het valt allemaal een beetje raar. Ik kan er niks aan doen. Nou, het zit erin. Maar niet zoals het hoort. Nee. Maar ja, maar dat was ik niet. Dat ging de bier. Ja, ben ik blij dat ik het niet was. Ja, dat kan gebeuren. Kan geschieden, dat gaat nog meer. En dat is van plastic, maar ook dat kan breken. Ja, ook dat kan gebeuren, hè? Daar gaat er al bier. Oh. Ja, en toen gaan we maar linksaf, anders ken ik weet het ook niet. Zo. Nou, dan gaan we die kant maar op. Ik moet even een rondje rijden van de zaak, geloof ik. Nou, ik heb nog wijn, dat hoeft niet. Ik heb bier, dat hoeft ook niet. Ik heb nou weer frisdrank. Dus dat is allemaal goed. Nee, kom. Ik deed al naar de grond hoor. Wat zei je? Ik deed al naar de grond. Oh, niet daar rijden. Dat weet ik, ik had het gezien. Ja, dat staat al op de vlog. Heb u het gevoeld? Een stukje hoor, een klein stukje. Nee, want ik heb hem gericht naar de grond en ik heb hem zo toegedraaid, weet je wel. Laten zien. Ja, het kan gebeuren natuurlijk.
Ja, je weet dat ik vlog. Ja, vlog. Nou, maar kan je kind helemaal onder de bier. Ja, lekker stinken. Ja. Maar het is wel een goede bier. Dat is wel. Corona. Zeker, ja. En dat is ook nog lekkere bier. Nee, maar je mag toch geen kleine kinderen erop zetten? Enkel met toestemming. Van mij mag gewoon. Dat maakt niet uit hoor. Oké, meid. Zwaaien. Zeg maar dag allemaal. Zeg maar dag allemaal. Goed zo. Grote meid. Is lekker. Is lekker. Ik zal proberen er verder door te komen met deze rotbooster. Drama. Ja, deze wel. Ja. Echt. Ja. Wanneer gaan ze nou weer een keer goedkoper worden? €4,29. En dan binnen de 10, ik moet er 12 hebben. Maar ik kan er niet bij. Welke heeft u nodig? Die 12. Deze? Ja. Ja. Je hand staat erop. Alsjeblieft betaald. Ja, want ik ben een vlogster. Wou je er ook op? Nee, hoeft niet. Nee, hè? Maar je hand staat er wel op. Nee, dat geeft niet. Nee, dat mag. Dat mag. Ja. Voeten mag. Ja. Mag tot zover. Dat mag niet. Als je tenminste niet wil. Wil je wel, mag het wel. Nee. Maar dank je. Nou, gaan we hier weer langs. Dit vind ik altijd leuk. Ja, dit vind ik gewoon leuk. Om hier even omheen te rijden. Ja. Ja. Is gewoon altijd leuk. Ja. Nou, wat is dit? Wat is dit? Plantenbakken? Kweekbakken? Weet ik veel. Plantenbakken, kweekbakken, weet ik veel. Ik zou het niet weten wat dit moet wezen. Het staat er ook niet bij, hè? Nee, het staat er totaal niet bij wat het is. Maar het lijkt op kweekbakjes of zoiets. Nee, dat kan ik toch niet. Ik heb geen groene vingers. Dat was voor mijn mannetje wel. Goed geweest. Ja. Snijplank, nou wat heb ik eraan? Ik heb snijplanken genoeg. Ja. Nou, een wasmand. Nou, die heb ik ook. Oké, dit zijn nu nog uitgevoerd. Want wat is dat? Tristar draagbare mini blender. Hoeft het niet. Wat moet je ermee? Wat moet je dan met een mini blender? Ja, vertel mij dat eens. Toch? Wat zullen we vanavond eten? Ja, dat heb ik ook nog niet. Patat. Ik heb geen patat in huis. En het is maandag. Ik ben mijn patatdag meestal. Hi! Met mij goed. Ja, ik ben aan het vloggen, hè, dat weet je. Oh, wat gelukkig. Ja. Ik ga lekker op de schermen doen. Ja, eerst goed, man. Okay. Doei, doei. Ja, ik weet het niet. Ja, patat zou... Het is ook allemaal zo duur, hè? Ik denk dat ik eventjes naar de andere kant van de winkel ga. En ik moet even... Doe maar hoor.
moet ook weer eventjes groenten inslaan, want dat heb ik ook bijna niet meer. Ja, twee potjes. Oh ja, die heb ik ook nog nodig. Is dat hier? En de koekeloeren, ja. Ja. Ja, heb ik ook nodig. Ik ben het wel niet meer, maar je hebt wel een mensen die je wel zijn. En ja, dan moet je toch in huis hebben, hè. Joh. En zelf. Nou ja, als je verkouden bent of wat dan ook, gebruik ik het ook hier. Moet kunnen. Dan moet ik weer terug hier ook. Ik moet even zien, ik draai wel weer om. Ho. Even een rondje van de zaak. Ik schrijf patat. Moet ik daar naartoe. En ik moet die groene zakken hebben. Ik heb er weer bijna, ze wordt er niet bij. Of zei ze, nee, ze zei geloof ik op. Ze zijn geloof ik ook. 2,35 die. Ja, tuurlijk weer. Weer er langs. Oh, gaat net goed. Ja. Leg daar ook patat in die koeler, mevrouw. Hier? Nee, daar. Hiernaast? Ja? Nee, pizza's en ijs? Nee. Pizza's en ijs. Ik zoek de goedkoopste Vlaamse patat. Oh. Ik vraag het wel. We hebben daar niet het hier. Die Vlaamse patat, die goedkope. Die groene zakken. Groene zakken, hè? Ja, het lag. Nee, groene zakken. En dan die ja, of blauw weet ik veel, maar het zijn die goedkoopste Vlaamse patat die jullie hebben. Ook achter niet? Ze zijn niet bang. Nee, ik weet ook niet wat er achterin ligt. Ja, ik weet ook niet wat er helemaal achterin ligt onderin. Ja, ik weet ook niet of ze van kleur zijn veranderd. Ik heb geen idee. Want daar onderin, ik zie wel patat leggen, maar ik weet niet welke. Ik zie dat niet. Van de patat, wat je kan bakken zijn. Ja, en in de oven. Ik gooi het in de oven, maar dat doet er niet toe. Het zijn die dikke patat. Moet je even door je knieën, Ellie. Want op de bodem legt het ook nog. Helemaal onderin. Helemaal onderin. Ja, maar heb je gezien wat het kost? Twee nog wat, hè? Ja, maar daaronderin leggen ook deze kleur. Helemaal onderin, op de bodem. Helemaal onderop. Legt ook deze zakken. Helemaal onderop. Achteraan. Zijn die kleiner? Nee, nog groter. Nou, ik. Nou, dan neem ik deze gewoon mee. Maar normaal zijn ze één nog wat. Ja, ik zie geen. Maar ja, ze zijn duurder geworden. Maar dit zijn die grotere zakken. Ja, dit zijn nog een. Oh, wacht even. Wacht even. Dus even aan het. Is dat ook Vlaamse? Nee, dat zijn schijfjes. Nou ja, pech. Ik neem deze, schat. Ja, komt goed, schat. Kijk, en dan laat ik hem even weer per ongeluk aanstaan en wat gebeurt er? Dat dus. Ja. Hoppata. Ah, het is wat. Wat een toestand, wat een toestand.
Nou, ik weet het even niet meer. Ja. Ja, mijn hondjes. Ja, daar moet ik wezen. Daar is hondjes. Hier hebben we hondjes. Ja, hier hebben we hondjes. Oh man, ik krijg kramp in mijn handjes. Oh, er is ook niet zoveel, hè. Ik moet weer deze nemen voor nood. Nou ja, hup. Ja. Voor nood, hè? Zomaar moeten, ik kan niet verder weg. Niet naar een goedkopere winkel. Zoals de Action. Ja. Ja, is wat. Nou, ik denk dat we het zo gehad hebben. Dus het is weer... Oh, ja, tuurlijk zit ik daar weer tegenaan. Hup. Dan gaan we weer richting de kassen, zou ik zo zeggen. Ja, dus ik zou zeggen, lieve vrienden, totdat we weer thuis zijn. Oké, tot dan. Zo, lieve vrienden, ja, ik ben weer thuis. Ik had jullie bijna vergeten in de zomer, maar dat doet er niet toe. Ik heb jullie erbij weten te halen, ja. En ik kreeg toestemming om een paar te kunnen filmen. Dus ja, aangezien dat ik die ene kon, zoals jullie allicht wel hebben begrepen. Maar ik heb mijn tas met boodschappen hier staan. Dus die gaan we weer uitladen. En jullie hebben zo'n beetje alles gezien wat ik heb gekocht. Enkel ja, bij de kassen moet ik stoppen, want dan heb ik zo druk. Dan kan ik amper wat doen als ik jullie vasthoud. Dus dat gaat het er gewoon niet worden. Dan moet ik toch echt wel... Ja, uitkijken. Ook is de keuken trouwens aan die kant weer schoon. En dus daar ben ik ook blij mee. De vaat was gisteren al klaar. En mijn eitjes. Ja, die hebben we ook. Het is inderdaad zo verschrikkelijk duur. 4,29. Nou, dat is toch bizar. Dat is bizar. Ja. Nou, mag ik er even bij? Mag ik er even bij met die grote neus van jou? Ja, de patat, die ga ik eerst even in de... Ook duur hoor. Ja, ik heb een grotere zak. Normaal heb ik de helft kleiner. Weg. Nou hoop ik dat dit... Nee, dit is gewone, hè. Gewone patat. Dat valt voor de dikke aan. Oh nee, Vlaamse. Ga eens aan de kant. Als je wil, als je blieft. Dan moet je wel weer kwijt kunnen. Zo. 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 En mijn neus begint te jeuken. Koekjes. Nou, dat was Karin haar koekjes weer. En ik heb geen trommel vol. Fles drinken. Ja, ik heb er nog wel één, maar dat doet er niet toe. Nee, oh, dat wil daar niet. Nou, dan gaat het daar. Wil die vierkante er wel? Even proberen. Ja, die vierkante wil wel. Waarom wil die ronde dan niet? Weet ik niet. Ik dat niet weten. Hup. Je kan nooit niet genoeg drinken hebben, vind ik. Ja, en dan moet ik die klaar hebben. En dan gaat hij weer dicht, wat niet had gaan moeten. Oh ja, 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 ja. Ik moet hier daar brood in hebben. En de meisjes niet vergeten. Ja, ze staan al te wachten. Maar ik moet eerst mijn brood. Ga even fietsen. 1,
twee, drie. Hier is mijn drie. Ga even weg. Rust te laaien. Ja, dat is al. Eén, twee. Hup, hup. Eerst ook even uitstallen. Ik zet jullie even hier neer. Salami. Gebraden gehakt. Weer salami. Gebraden gehakt. Boterhammenworst. Boterhammenworst. Snijworst, grillworst, schouderham, nog een keer schouderham, een gekookte gelderse en snijworst en twee keer kaas. Zo, kan deze weer opgeruimd worden. Moet je hem in die snotkoker er weer in? Hé, hey, malle meid. Ja, je bent een malle meisje. En een meisje ben je. Dan pakken we de bak, 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 bak. Dit is mijn bak. Karen heeft de bak helemaal bij de Jumbo, maar ik heb hem hier. Ja. Ook salami. Ik vind salami zo lekker. En snijworst. En nog een kaas. Nou, kijk eens aan. Nee. Drie kaas. Drie rode. Dan moet die oude natuurlijk aan de voorkant. Dan moet ik even goed zitten. Eén salami. Eén gebraden gehakt. Eén boterhammenworst. Eén snijworst. Dat daarop. En dan moet ik even die hebben. Ja, die moet er eerst even op. En dan even salami. Die. En die. Ja. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja. Ik ga wel niet, dan ga ik de volgende eruit. Zo. Dan moet ik die. Dan moet ik die weer hebben. Ik vergeet de ham helemaal. Ik ga je nagaan. Maar, maakt niet uit. Die daar. Die daar. Daar. Die gaat er bovenop. Die daar. Die wil niet. Gaat die daar. Door de handen voor. Die is dunner. Zo. Nou, alles zit erin. En dan moet je kijken. Ik kan hem amper tillen. Hij zit helemaal vol. Ja. Dan zullen we die weer in de koelkast doen. Die zien mij niet meer. Dan moet ik hem weer zo even in de koelkast doen. En dan moet die deur open blijven. 1, 2. Hoppata. En dan is de koelkast weer vol. En dan
krijgen de meisjes, die krijgen deze, die oren weer. Ja. Gauw flappen. Kan Dalfie, kom je ook snoepjes? Kan Dalfie ook snoepjes? Kan Dalfie ook komen? Kom maar. Ja. En toen was deze leeg. Die is leeg. Ja. Die is leeg. Ja, je moet even wachten. Ja, je moet even wachten. Hé? Kom maar. Oeh, maar dat is lekker, die snoepjes. Oei, 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 oei. Hé? Ja, dat is lekker, zeg maar. Ja. En dan moeten we die niet met die gaan we pakken. Dan moeten jullie weer een draai blijven draaien. Ja, ken je dat? Een draai blijven, net zoals een wieletje. Kom dan, anders krijg jij niks, hè? Ja? Ja. Heerlijk, hè? Zalig gewoon. Ja, jij hebt gehad. Jij hebt gehad. Nee, er zit niks meer in. Ik moet een nieuw zakje voor je pakken uit de kast. Ja. En dan moet ik dan weer voor naar Bekwissar. Ja. Ja, die is goedkoper dan de Womer. Ja. Ja, echt waar. Maar dan moet ik wel weer een volle accu hebben. Anders kom ik er niet. Nee. Ja. Zo. Maar ja, ik heb nog voor jou in de kast. Ja. Er staat nog een zakje in mijn haar. Dat ziet geloof ik ook niet uit, maar dat boeit me niet. Nee. Ik heb een bakje koffie. En ik ga mooi... Even die naar de tafel brengen. Heerlijk. Wat heel der. Wat heel der. Oeh, zo lekker. Is dat zo lekker? Mag ik het pakken? Oeh, nee, mag dat niet? Ik wil hebben. Ik wil hebben. Geef hier. Geef hier. Nee hoor. Dit is voor jou, hè, meisje. Dit is voor jou, kind. Ja, dit is voor jou, hoor. Doe maar. Ga maar lekker hapje doen, hè. Ja. Nou, ring op, lief, hè. Oh, wat een lekkere kind. Oeh, wat lekker, hè. Ja. En jij, wat wil jij, schat? Ja, aan mijn hula hoop. Aan mijn hula hoop. Ja. Oh ja? Is het zo? Maar oké, okay, ja. Ik, ga weer even nog wat opruimen, dat moet hier. 1, 2, hoppata. En ik moet zo meteen, oh ja, kijk, dat heb ik ook gekocht. Daar, ik had jullie wel mee, maar daar niet. Want ik stond half, ja, hoe stond ik? Ik stond eigenlijk niet zoals het behoort, maar ja. Ik hield de ingang-uitgang versperd. Ja. Wat is dat? Kunnen jullie het zien? Ja, magnesiumolie. Dus direct opname door de huid.
Dat is wanneer ik zoveel pijn heb in mijn hoofd. Dan moet ik het in mijn nek smeren en onder in mijn rug. Of onder aan mijn buik. Weet je, als je pijn hebt. Nou ja, onder mijn rug. Ik denk dat mij dat gaat lukken, maar dat zien we dan wel weer. Maar dat, ja, ik zal het eventjes lezen. Hoe en wat, waar ik dat moet neerzetten. Moet het in de koelkast of niet, weet je. Maar in ieder geval, dat heet natuurlijk ook nog. Dat is Nederlands, het bovenste. Oké, nou, dan gaan we zo even lezen. Komen we er wel achter, hoe en wat. En dat schijnt nog gezonder te zijn en beter te zijn dan tocotrolin. Ik weet het niet. Want menthol schijnt weer niet goed te zijn. Oké, nou ja, we merken dat wel. Ik heb wel ook, kijk of er nog eigenlijk een geurtje aan zit. Maar. Ik niet weten. Ja, je moet het gewoon direct op je huid aanbrengen. En het wordt direct door je huid opgenomen. Dus we merken aan dat. En het schijnt heel goed te wezen. Het is iets wat het lichaam ook schijnt nodig te hebben. Ik weet het niet. Maar oké, we gaan het gewoon uitproberen. Nee, heb je, ja, kan je krijgen. Het was €6,50 geloof ik. En hoeveel erin zit, ja, dat weet ik ook niet eens. 15 tot 20 keer per dag sprayen. 200 milliliter. Nou, en ik spray gewoon wanneer ik denk dat ik sprayen moet, weet je. En voor de rest zien we het dan wel. Dus ja, dat dus. En ik moet een vlog in elkaar zetten. Dat wordt een hele mooie vlog. Dat wordt die vlog van die winkel waar we reclame voor gaan maken. Ja. Dus helemaal geweldig. Toch? Ja. Dus we gaan het beleven. Ik heb ook al een mooi plaatje gemaakt. Ik moet enkel, dat is die. Voilà. Dan gaan jullie weer even op. En dat is de desbetreffende winkel. Ik heb 3 foto's erop gezet. Uit 3 verschillende hoeken genomen eigenlijk. Dus ja. Eigenlijk had, ja, als je er recht voor gaat staan, dan zie je jezelf door die ruit heen. En dat is ook weer niet de bedoeling ervan, hè. Dus ja, je moet precies zo staan en niet anders. Nou, hij is leuk. Kom gezellig shoppen bij 95 Spoorstraat 25 in Den Helder. Ja, dus kom gezellig als je eens een keer in Den Helder aankomt. Waaien, waar vandaan ook. Ja, je kan uit verschillende hoeken in Den Helder komen. En dan, nou ja, vraag gewoon aan degene die je tegenkomt. Waar is de Spoorstraat? Nou, en als je die dan hebt gevonden, dan kom je deze winkel ook vanzelf tegen. Naast Ducardi. Oei, maak ik nog meer reclame. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en geniet met ons mee. Ja, zoals jullie zien heb ik mijn eten van mijn neus. En ik heb mijn kat zelf al beloofd dat ik dat zou eten. Nou ja, jullie zien het. Met een boomstammetje. En een sapje. En een koffie. De televisie staat aan. Daar ligt Rijka. Daar ligt Elwing. En ja, ik zou aan de vlog beginnen. Dus ja. En dat is van 95. Ja. Als ik het goed uitspreek. Laten we het hopen. Ja. Dus het komt allemaal goed. Ik ga nog lekker happy eten. Televisie kijken. En mijn hondjes af en toe verwennen. En Kandel of die is achter de deur. Ja, die is om echt te slapen ergens boven. Dus ik zou zeggen, smakelijk eten. Bon appétit.
Don't walk away from. Here we go.